Steeds meer mensen eten louter plantaardig, omdat het gezond is, of goed voor het klimaat, of gewoon omdat ze het lekker vinden. Maar wat als je een kindje krijgt? Is het verantwoord om je kroost veganistisch op te voeden, bijvoorbeeld? Hier zijn Josje Huisman en diëtist Michael Sels. Ja, welkom, welkom allebei. En gefeliciteerd nog, hè, Josje. Nu maand of drie. Ja, dankjewel. Mama van de Kamari. Ja. Hoe doet je het? Hoe gaat het? Goed. Met hem? Ja? Heel lief. Ja. Ja, een kerstkindje, hè? Mm-hmm. Was hij eigenlijk. Ja, eerste kerstdag. Ja, goed. We hebben jou uitgenodigd om over voeding te praten. Je bent een tijdje geleden veganistisch gaan eten, hè? Ja, klopt. Ik denk nu al bijna 3 jaar geleden. Ja. Mm. En misschien moet ik toch nog even veganistisch. Wat houdt het precies in? Want veganistisch. Oh, sorry. Nee. Veganistisch eten is puur plantaardig. Dus dat is geen dierlijke producten. Ja. Geen eieren, geen boter, geen melk, geen vlees, geen vis. Ja, dus dan moet je echt heel lijkt veel. Als, ja. Ja, als je dat allemaal hoort, moet je er heel veel voor laten. Hè? Iemand van jullie er al over nagedacht? Nee. Nee, nee. Nee, sorry. Ik ben heel bang van in diëtistiek. Ja, goed. Ja, maar goed, ieder heeft wel zijn reden. Jij bent er overgeschakeld toen je een documentaire zag. Hè? Klopt, ja. Ik heb 2 documentaires gezien. Eentje van Leonardo DiCaprio. Mm. En Before the Flood. Ja. Heet dat. Ja. En Cowspiracy. En toen ik dat had gezien, was ik eerst nog van plan om vegetariër te worden. En de volgende dag dacht ik, wie hou ik eigenlijk voor de gek hier? Ja. Ik skip het allemaal. Ik skip het allemaal. Hè? We gaan eens even kijken naar een fragmentje uit die reportage, een Amerikaanse documentaire over de impact van de veeteelt op ons klimaat. Yeah, so the biggest part of sustainability to me, the number one thing on the list should be profitability. Cow needs to have a baby in order to give milk. And so she'll have her baby. That baby's going to stay with the mother for at least 2 days. The babies will go off to our calf raising facility, so they have an individual hutch that they'll be raised in. Since we're a dairy, it's only the girl cows that give us milk. So the boys on typical dairies, they're sold off to beef raising facilities. So all dairy cows eventually go to the beef industry? Mm-hmm. At some point in time, she's really going to drop off. And so you have to make a business decision at that point. Are you going to keep investing in her, you know, to give milk, or are you going to sell her off again to another dairy or to into the beef industry? Dus hierna dacht je van, nee, ik... Oh, je bent een koe aan het knuffelen, ja. Ja. Ik vond het eerst vooral, deed ik het vanwege klimaatoverwegingen. Maar ook in die documentaire is het zo schrijnend om te zien hoe er met die massaproductie wordt omgegaan. Ja. Dat vond ik echt hartverscheurend. Ja, en dus een drastische beslissing. En je bent het eerst heel erg radicaal gaan doen, hè? Ja, gewoon van de een op de andere dag zonder echt na te denken. Huh. Ja, en dat is misschien niet heel erg verstandig. Ik kom bij jou, Michael Sels, hoofddiëtist bij USA in Antwerpen. Je hoort wel meer verhalen, denk ik, hè, zoals Josje. Ja, we zien voeding is tegenwoordig soms de nieuwe religie geworden. Hè. We zien in een religie worden soms heel wat zaken verklaard die de wetenschap nog niet kan verklaren. Ja. En ook in een voedingsreligie zien we dat soms. Hè. We zien hypes elkaar snel opvolgen. Ik denk een aantal jaren geleden hadden heel wat mensen bang van koolhydraten. We zien dat nu weer terug voorbij gaan. Mm-hmm. We zien nu dierlijke producten worden door heel wat mensen weggelaten. Dus voeding is wel een heel belangrijk iets geworden in heel wat mensen hun leven. Ja, als ik u hoor, een hype, religie, dan hoor ik meteen al, hier moeten we toch voorzichtig mee omgaan. Oh, ik denk dat het aanslag. Een aanslag hier of daar. Ja. Voor de koe. Ja. In elke religie heb je extremisme en ook bij voeding kom je dat wel tegen. Maar gezonde voeding kan heel veel verschillende gezichten aannemen. Kan lokaal zijn, kan plantaardig zijn, kan gemengd zijn, kan kosher, kan halal, kan heel veel verschillende vormen aannemen. Alleen is het belangrijk om uiteraard op het einde van de dag te zien dat het nog volwaardig is. Als je een heel breed voedingsaanbod bekijkt en je gaat daar een aantal zaken uit schrappen,
om welke reden dan ook, ja, moet je daar een goede vervanging tegenover zetten. Ja. Heb jij dat op een gegeven moment dan beseft, Josje? Nou, ik ben er wel zo'n beetje ingevlogen. Ja. En ik heb niet heel goed gekeken naar wat ik juist binnenkrijg aan voedingswaarde. Ik ben wel heel veel nieuwe recepten gaan ontdekken. En ook heel veel voedingsmiddelen die ook heel lekker zijn. Die je normaal gesproken niet meteen op ooghoogte in de schappen ziet liggen. Ja. Maar... Ja. Voor de rest heb ik er niet zo op naar gekeken, nee. En dan voel je op een gegeven moment, ik kom wat tekort? Of? Nou, ik was op een gegeven moment in verwachting dus. Mm. En ik vond het sowieso belangrijk om wel te blijven checken van... Oké, hoe ziet mijn bloed er nu uit? Want ik eet plantaardig. Mm. Bovendien had ik persoonlijk nog wat last van huidkwaaltjes en zo. En dacht ik wil dit eens nakijken. Ja, ja. En soms kan dat dus komen door bepaalde allergieën. Maar het kan ook komen door bepaalde tekorten die je hebt. Mm. En bij mij was dat beide eigenlijk een beetje het geval. Ja. En toen dacht ik wel van oké, ik heb het een beetje laten oplopen. Dus ik geloof echt wel in het veganisme en dat het kan als je goed let op wat je neemt. En ik heb dat niet altijd even secuur gedaan, waardoor ik dus met een tekort zat. En ik was in verwachting, dus ik dacht nee, ik kan niet nu dogmatisch blijven. Heb je bijgestuurd? Ik heb bijgestuurd, ja. Ik wil even een filmpje laten zien en ook een foto van een veganiste, een zekere Rauvana. Ik weet niet of je ze kende. Mm. 1,3 miljoen volgers op Instagram. Ze is op een gegeven moment betrapt. Toen ze in een restaurant vis zat te eten. Door de vegan politie. Iemand die haar kende. En kijk, deze foto genomen. Ze heeft dan geprobeerd om het allemaal een beetje af te dekken. Dat lukte niet. Ze kon er niet onderuit. Ja. Ja, heel veel volgers natuurlijk. En dan heeft ze een videootje gepost waarin ze zich geëxcuseerd heeft. En zich ook heeft verantwoord waarom ze ook, zoals jou misschien, een beetje zich heeft aangepast. I was starting to feel desperate for my health and to find a solution. And that's when I started open up to the possibility of adding some animal product into my diet. And it was really hard because for so long I saw this food, this animal food, as something that is basically toxic for my body, something that I don't need, that my body doesn't need. And to see it as something that it could heal me was really hard for me to, it still is hard for me to accept and admit. Ja, ze heeft moeilijk om het los te laten, maar ze moet wel. Is het ook herkenbaar? Ja, ik denk dat het ook aantoont hoe geladen het kan zijn. Mm. Veganisme gaat veel verder dan enkel voeding. Het gaat over welke shampoo koop ik, welke kledij koop ik. En dat maakt dat er toch binnen een community soms heel sterke verwijten naar elkaar gaan. Het is een heel intense community, veganisme. Ja, dat is... Je gaat er all the way voor of je doet het niet. Ja. Dat, en veel... commentaar op elkaar ook. Ja? Ik denk wel dat het een beetje toegankelijker aan het worden is, omdat ook wel veel mensen hun steentje willen bijdragen. En dat is ook een beetje wat ik nu wel echt vind, is dat ik wilde een beetje in mijn eentje de hele wereld redden. En dat kan gewoon niet. Ik denk dat we met z'n allen, want het klimaat is wel echt een probleem en die veeteelt is daar wel mede schuldig aan. Dus ik denk gewoon dat iedereen een beetje zoiets moet hebben van oké, misschien moeten we het een beetje minderen met z'n allen. En dat je daarmee al best wel wat effecten kunt hebben. Ja. En elk lichaam is ook anders. Dus er zijn mensen die er heel goed tegen kunnen. Ja, juist. Ja. En zeker. Als we bijvoorbeeld kijken, de cijfers voor België naar hoeveel groenten en fruit de gemiddelde Belg eet, zijn echt dramatisch. Mm. We kijken de gemiddelde Belg, maar slechts 10% van ons eet genoeg groente. Mm. Voor fruit zijn de cijfers ook ergens rond de 10, dus zijn echt dramatisch. Dus ik denk meer groente, meer fruit, volkoren graanproducten is voor heel veel mensen echt een stap naar een betere gezondheid en waarschijnlijk ook beter klimaat. Ja, ja. We zien soms de adviezen elkaar wat te veel samen. Ja. In de wetenschap noemen wij dat cherrypicking. Een klein beetje van dit advies, een klein beetje van dat advies. En dan wordt het voor sommige mensen soms gevaarlijk of kan er soms een tekort optreden. Maar dat wil niet wat zeggen denk jij, dat het Stijn, als wielrenner ben je ongetwijfeld ook al heel erg met voeding bezig. Ik vind een ganse discussie, ik denk dat het simpelste wat je kunt zijn, is doe normaal. Ik denk dat de meeste mensen wel weten als ze iets eten, of dat al gezond is of niet. Ja, maar je hebt het aan de ene kant over tekorten die mensen hebben, maar er zitten ook heel veel mensen met een teveel. Ja, maar dat is ook doe normaal. Je weet ook wat je binnen mag steken en niet mag steken. Ik denk toch dat veel mensen niet beseffen hoeveel suiker er bijvoorbeeld in tomatensaus zit of fruitsap. Oh, fruit. Ah ja, een appelsiensap. Dat is een vrucht, maar dat is gewoon... Caloriebom. Stel je voor dat je een liter fruitsap drinkt op een dag, weet je ook dat je niet goed eet. Dan weet je inderdaad. Maar ik denk vaak me wel af aan gezond verstand en proberen, dat is iets wat we vaak zeggen, haal de te er al uit. Hè. Te veel, te zoet, te eenzijdig, te gezouten. Ja, dan is voor heel veel mensen al een heel goede stap. Ik kijk naar de kwaliteit van uw vlees ook, vind ik. Ik eet graag vlees.
Ik heb respect voor je dat je dat kunt. Ik zou dat zelf absoluut niet kunnen, omdat je dat te graag eet. Maar ik ben wel heel erg voorstander van, dat moet wel kwaliteitsvol zijn. Ik wil wel weten waar het vandaan komt en wat voor een leven dat heeft gehad. Als je zoiets ziet... Allee, ik eet ook graag kip of zo, maar dat wil niet zeggen dat ik wil dat die kip geen goed leven heeft gehad. Die moet echt wel... Ik ga dat liever bij een boer halen dan in de supermarkt bijvoorbeeld, als ik niet helemaal weet waar dat is. En dat verschil proefde ook gewoon echt wel. Ik wil nog even, Josje, naar je moederschap, hè, want dat is dan een volgende stap. Hè. Je wordt dan zwanger, je hebt nu een baby. Je kiest dan voor borstvoeding? Ik geef borstvoeding, ja. Dan lost het probleem zichzelf op. Stel dat je dat niet kunt, zou je dan koemelk aan Kamari geven? Of zou je... Want daar zijn niet veel andere mogelijkheden, denk ik, of wel? Goh, ik heb me daar eigenlijk niet zo in verdiept. Omdat een vrouwelijk lichaam best wel gebouwd is op borstvoeding geven. Ja. Dus daar zou ik me dan op moeten verdiepen. Omdat ik wel iemand ben die het probleem pas oplost als het zich voordoet. Dus ik kan me voorstellen dat er mensen zijn, hè? Dan moet ik misschien jou dan vragen, zijn wel opties, geloof ik. Het allerbelangrijkste moet daar zijn, echt borstvoeding promoten. En echt ervoor zorgen dat jonge moeders de kans krijgen om borstvoeding te geven in hun professionele omgeving, in openbare ruimtes, op heel veel plekken. Om er echt dat vind je belangrijk, Josje. Ja, dat vind ik heel belangrijk. Dat echt vrouwen borstvoeding kunnen geven aan een jong kind is, is de essentie van een goede start. We weten, de eerste 1000 dagen van een kind zijn enorm belangrijk, maar risico's later op heel wat ziektes. En als we die goede start kunnen meegeven met borstvoeding, is echt zowel voor het kind als ook de gezondheid van de moeder zijn er heel wat voordelen. Ja, en als het kindje groter wordt, louter veganistisch opvoeden, zou je dat aanraden, afraden? Of wat zeg je dan als diëtist? Het is heel moeilijk om het volwaardig te maken. Het kan, maar die oefening is moeilijk te maken. We zien dat toch ook al heel wat kinderen selectief dingen lekker vinden, graag eten. En dan is het nog, hoe zorg ik dat het volwaardig is? Hè? Zorg ik dat daar B12 in zit, calcium in zit, voldoende ijzer, voldoende aminozuur, hè, wat de bouwstenen van eiwitten zijn, wat toch iets heel belangrijk is in dierlijke producten. Ja. Dus die oefening is niet makkelijk. Er zijn mensen, diëtisten, die u daarbij kunnen begeleiden. Ja. Maar het zou niet mijn eerste keuze zijn om een kind veganistisch op te voeden. Wat wel belangrijk is, veel groenten en veel fruit aanbieden aan kinderen. Sowieso, en dat is iets wat op deze moment, denk ik, het is wel wit-zwart. Weet jij hoe het gaat aanpakken? Nou ja, ik kook bijna automatisch altijd plantaardig. Maar ik denk nu tegenwoordig ook wel regelmatig vegetarisch. En ik ga Kamari een beetje zijn eigen keuzes laten maken. Dus ik ga hem van alles aanbieden. En ik denk dat hij wijs genoeg is om zelf... Peutertje kan natuurlijk nog... Een peuter ook wel, denk ik. Maar je moet hem gewoon een gevarieerd, gezond bordje voorschotelen, denk ik. Maar hij mag een stukje vlees eten als hij daar zin in heeft. Zeker dan. Ja. een verantwoord stukje vlees. Goeie, hè? Dat is belangrijk. Heel fijn dat we hierover willen getuigen, Josje. Hier ga je geen negatieve kritiek op krijgen. Dat is wel eens gebeurd, onder andere met je vorige plaat. Je hebt een nieuw nummer uitgebracht. En dat draagt een boodschap uit van... dat ga ik mij niet meer aantrekken. Zullen we eens even kijken. Even kijken in primeur naar een fragmentje eruit. Want alles wat er overblijft, als er weer een dag voorbij is, zijn jij en ik die stralen. Meer hebben we niet nodig, geen goedkeuring, niemand langs de kant. Ik weet het al lang nog. Laat ze maar denken van alles over ons zeggen. Wij weten toch wel hoe. Ja, dat is heel duidelijk, hè? Laat ze maar denken. En ik ben niet de enige die dat moet voelen op die manier, denk ik. Ja. Waar ik niet mee wil zeggen is dat niemand een mening mag hebben. Want dat is natuurlijk fantastisch dat iedereen een mening heeft. Ja. Maar je moet wel altijd een beetje je eigen pad blijven volgen. Ja, je eigen zin doen. Ja. En dat kindje van 3 maanden, dat speelt daar waarschijnlijk wel een rol in. Ja, geweldig, hè? Ja, daar is hij dan. Hey, fantastisch. Komt er trouwens nog nieuwe muziek? Ja, zeker. Ik ben weer vertrokken, zo. Ja. Goed. Maar nu eerst dit en dan later weer meer. Oké, heel erg bedankt. Josje Huisman en Michael Sels, dankjewel.